and gentlemen, from the depth of Mother Nature, I present you Kwanza News. Jum Sali, nieuws dat verbazend in uw oren klinkt. Listen to Jum Sali Info Channel. Awareness, the divine voice, and the truth will set you free. The message pierces as an arrow. Listen to Jum Sali. Black Consciousness University. Hotep, broeders en zusters, Abarigani. Wij groeten u vanuit de studio van Ja. Justice, Awareness and Humanity. Oké, de studio van Ja. En dit is de messenger van Ja. Abaisa Asaria Malakai Ank Udiasenep. Welkom op deze speciale uitzending op 31 december. In het jaar 147, ons jaar. Maar in het westerse jaar 2020. Het is de laatste dag van het jaar. En het is een bijzonder jaar geweest voor iedereen in de wereld. Moeder Natuur heeft gezorgd dat de mensen op deze wereld allemaal even terug gaan staan en gaan overdenken, nadenken van wat de essentie is van het leven. En Moeder Natuur heeft daarbij geen onderscheid gemaakt zoals Moeder Natuur gewend is. Moeder Natuur maakt geen onderscheid. Moeder Natuur zorgt ervoor dat iedereen gelijk behandeld wordt. Natuurlijk lijkt het alsof anderen voordeel uit de situatie halen. Maar dat is mens eigen. De mensen, ja toch, die maken onderscheid tussen arm en rijk. Ja toch, kleur of in religie of in welstand. Ze maken onderscheid. De mensen bevoordelen een deel en benadelen een groot deel. Dat zijn mensen, maar Moeder Natuur is Moeder Natuur. En Moeder Natuur is de belichaming van de Allerhoogste Schepper. Anana kidwan man kidwan pong. Laten we alvast ook dank zeggen en alle eer geven aan de Allerhoogste Schepper. Op deze dag, de laatste dag van het jaar. De mensen die dit jaar zonder problemen hebben doorlopen. Die mensen hebben ontzettend geluk. Tel uw zegeningen en wees dankbaar. Alle eer gaat naar de Allerhoogste Schepper. Anana kidwan man kidwan pong. Of Jehovah of Mama Naturu. Voor ons is de Allerhoogste Schepper, de schepper van hemel en aarde, mensen en dieren, planten en bomen, alles wat hier in het universum, in de kosmos, in alle galaxies, deze schepper, die laat zich zien hier op de aarde aan ons, wij mensen, via Moeder Natuur. Dus het is heel belangrijk en het is een belangrijke dag vandaag. Laat mij u dit zeggen, het is de zesde dag van Kwanzaa. En het is de zesde dag waarop de schepper aan het creëren was. Want op de zevende dag, morgen, zou de schepper even gaan rusten. Want vandaag, op de zesde dag van de schepping,
heeft de schepper haar werk gedaan en gecontroleerd of alles in orde is. Vandaag is de zesde dag van Kwanzaa. De dag van Kuumba. En wanneer we praten over, we komen straks op Kuumba. Om u uit te leggen waarom het zo belangrijk is op deze laatste dag van het jaar, op 31 december. Waarbij het is een teken dat de schepper aanwezig is met al de spirits. En daarvoor zeggen we dank. Laten we dank zeggen voor de mensen die succes hebben gehad, ondanks al die problemen in deze tijd en in dit jaar. De mensen zoals wij, die een jaar van turbulentie hebben meegemaakt en vorig jaar ook. Dus we zitten in de periode van turbulentie, van verdriet, van een beetje ellende. Maar één ding is zeker. Wij zijn dankbaar voor de rijkdom die wij hebben ontvangen het afgelopen jaar. Wij persoonlijk. Wij hebben rijkdom aan kennis ontvangen. We hebben rijkdom aan gezondheid ontvangen. We hebben rijkdom aan geluk ontvangen. We hebben rijkdom ontvangen door nieuwe mensen tegen te komen. Want zoals misschien weten jullie het niet, maar wij zijn op de een of andere manier zijn wij mensenschuw geworden. We komen niet meer tussen of onder de mensen. We hebben de indruk dat zoveel mensen in feite op mensen lijken, maar geen mensen zijn. Komen natuurlijk in de toekomst gaan we vaker over dit soort onderwerpen praten. Maar vandaag is de laatste dag van het jaar. Het is een bijzondere dag. Het is de dag van moeder aarde. Mama Aisa, mama Naturu. Het is de dag van de schepping. Het is de dag van creativiteit. Het is de dag van, wanneer we praten over deze dag, wanneer we praten over schepping, dan hebben we het over ook de mensen die op de schepper lijken hier op de aarde, die kunnen scheppen. En die mensen weer kunnen reproduceren. De vrouw. Het is de dag van de vrouw, de moeder, de jonge queen, het meisje. Dat is de dag vandaag. Maar het is bijzonder dat het jaar wordt afgesloten op de zesde dag van Kwanzaa, wat creativiteit betekent en wat ook de dag is van Moeder Aarde. Omdat, laten we naar de muziek gaan, maar één ding is belangrijk. Onthoud dit goed. Onze schepper is de meest creatieve schepper. Entiteit van de schepping. Wanneer we kijken naar de werken van de schepper, dan kun je niet twijfelen. Kun je niet zeggen, de schepper bestaat niet. Alleen mensen twijfelen en ze moeten zeker zijn. Maar wanneer je zeker wil weten dat de schepper de grootste kunstenaar is, de grootste designer is, de grootste creatieveling is, dan moet je naar moeder natuur gaan en rustig in meditatie gaan en de werken van moeder natuur gaan proberen te ontdekken. Welkom bij Radio Ja. Justice, awareness and humanity. Rastaman, where are you going? I'm going to the church. You going to church? To do what? I'm going to church to see and hear what the church have to say to the churches and one. Well, let me come with you. Rasta, Rasta, where are you going? I'm going to the churches to hold on. Rasta. En wij gaan in het nieuwe jaar naar onze tempel. Selah,
of Israel. En Abraham is een van onze voorouders en niemand van ons aan. De schepper heeft een convenant met onze voorouders gemaakt om ons terug te brengen naar het beloofde land. Alleen wij nemen andere wegen die nergens naartoe leiden. Maar het convenant is besproken, is gemaakt met onze voorouders. En de schepper houdt zich altijd aan haar woord. Establish this nation messianically around the throne of David. We have been redeemed from our ignorance and our darkness by the redeeming Messiah, Yeshua ben Elohim, the Son of the Living God, Jesus the Christ. Hallelujah. And that covenant by the way of Babylon has been revealed to us, has been restored to us by His Imperial Majesty Emperor Haile Selassie I. He's King of Kings, He's Lord of Lords, He's the conquering man lion of the tribe of Judah. Hallelujah. Earth righteous. So now, children of Israel, come in. Children of Ishmael, come in. Children of Esau, come in. Wherever you are, come in. From where you are, come in. Even from the Gentiles, come in. Ham, Shem, and Japheth has delivered the population of the earth. And from all flesh shall the glory of the living God be fulfilled. Let every living thing praise the Most High. Ja, lieve broeders en zusters, queens en kings van de ghetto. Het is zo belangrijk voor ieder om te begrijpen dat er een hogere spirit aanwezig is onder ons, die wij voortdurend negeren en zich niet opdringt of aandringt van hier ben ik, ik kan je helpen. Nee. Want deze spirit, deze hoge spirit, heeft ons geschapen in haar image, maar heeft ons tegelijkertijd de mogelijkheid gegeven om onszelf te ontdekken. En om onszelf te ontdekken, wanneer je op het punt staat, of wanneer je dat, laten we zeggen, die kennis hebt om jezelf te ontdekken, dan ontdek je de schepper in jou. Omdat de grote leider, Yeshua, onze voorvader, hij heeft ons gezegd, ga niet buiten zoeken wat je al van binnen hebt, want de kingdom of Jah is within, het koninkrijk van de schepper zit in jou. Dat wil zeggen dat jij een koe van koninklijke bloeden bent. Maar helaas, jullie, elke keer als er problemen zijn, zoeken jullie de oplossing bij lagere goden. Maar de oplossing zit van binnen. Wanneer jullie in staat zijn om die God in jou, die kerk in jou. Waarom ga je het zoeken bij Jezus of je gaat het zoeken bij Mohammed of je gaat het zoeken? Zoek het in jou, het zit in jou. En je kunt Yeshua of Jezus of hoe je het, die kun je eer. Maar de schepper en het koninkrijk zit in jou. Kinderen van de ghetto. Dit is we willen het kort houden vandaag. Op 31 december. Iedereen maakt zich klaar om naar die nieuwe cyclus te gaan. Van 2021. Wij zijn nog steeds in ons oude jaar van 147. Oké? Het nieuwe jaar van ons begint op 1 juli 2021. En
Het nieuwe jaar van Moeder Natuur begint natuurlijk zo rond eind maart. Dus we moeten rekening houden met al die zaken die we niet meer kennen en waar we in feite blind voor zijn geworden door afgeleid te zijn in deze wereld. Vandaag is Kwanzaa en voordat we verder gaan, we hebben gisteravond een bericht gestuurd, want een broer, een oudere broer van mij, ja toch, een van hun, maar een oudere van mijn moederskant, die is afgelopen dinsdag overleden. Maar zaterdag kregen wij een droom. En zaterdag, mijn moeder is vorig jaar november overleden. En dat hele jaar hebben we gerouwd, maar we kunnen ons niet herinneren dat we onze moeder in een droom terug hebben gezien. Maar zaterdag was de plotseling bij mij, bij ons. En ze vroeg of we even het vliegtuig kunnen nemen om richting Suriname te gaan. En wij zeiden, nee, we zitten in de Kwanzaa, we moeten wat dingetjes doen, nog heel veel werk te doen. Ze zegt, kom één dag naar Suriname. En wij zijn naar Suriname gevlogen. Wij zijn naar Suriname gevlogen en mijn moeder was al daar. Dus toen ik aankwam met een tasje, stond ik voor het huis en toen zag ik dat de ruimte van mijn moeder, de hele ruimte, laten we zeggen, mijn moeders ruimte was gewoon een huis van glas. Glas, helemaal glas, met witte gordijnen. En die witte gordijnen waren dicht, dus ik stond op straat en kon niet naar binnen zien, maar ik vond het zo mooi. Ik denk, wauw, wat is dit hier zo veranderd? En een ander ding is dat het weer niet te beschrijven was. Wij hebben zo'n weer nooit gezien. Of het mooi weer is, of het ander weer is, of verschil. Het leek hemels. Oké? En toen liep ik naar achteren naar het huis van mijn moeder. En toen zag ik mijn moeder daar in het wit. Ze zag er jong, heel jong uit. Ze zag er verschrikkelijk mooi en gezond uit. Veel energie. En ze was aan het opruimen. En een zus van me was ernaast. Die kinderen waren eromheen. En ze verwachten dat ik kwam. Dus dat is wat ik dacht. Dus gingen ze opruimen. Niet mijn moeder, maar mijn zus en zo. Mijn moeder was aan het opruimen. En vervolgens zag ik alleen maar frisdrank. Ik zag heel veel dingen. En ik vroeg me af. Wat is dat? Het lijkt wel een feest. Of wat gaan ze doen? Maar dat was zaterdagavond. En zondagochtend, dat weer was zo mooi, dat het enige wat ik wilde doen is gaan voetballen. En het bleek dat er ergens een feest was, want ze hadden het verteld. Dat er ergens een soort feest was en daar wordt er ook gesport. Dus daar ben ik gaan voetballen. En ik ben daar ook een man, een man die wij kennen van onze jeugd. Ja toch, Lloyd, Denning of zo. Die zagen we en vragen, wat doe jij hier? Hij zei, ik ben voor korte tijd in Suriname, maar ik ga terug naar Europa vanavond. Dat was zondag. Ik zei, ik ga ook straks vanavond. Ik zit ook in hetzelfde vliegtuig op dezelfde vlucht. Nou, dus we waren aan het voetballen. Opeens was het 6:00 middags, kan ik me nog herinneren. En hij zei, hey, we moeten weg, want anders komen we te laat op de airport. En hij woont 2 straten of een straat achter mijn moeder. Maar heel frappant. Hij was met zijn vriendin en ze hadden een auto. Ik was te voet. Het was ergens in een nieuwe buurt of wijk die ik niet zo kende. Dus een paar straten heb ik gelopen voordat ik daar kwam. Dus, maar toen hij zei van, hey, we moeten weg. Toen ben ik heel snel weggelopen. En op een gegeven moment kon ik de weg niet meer vinden. Heb ik 2 jongens gevraagd van, hey, waar is die straat naar het huis van mijn moeder? Naar de buurt, naar die buurt van mijn moeder. En die jongens zeiden, neem deze weg en dan kom je daar achter. Maar die weg heb ik dus niet genomen, omdat ik dacht, ik ben te laat. Ik ga geen weg nemen die ik niet ken. Want ik weet zeker dat ik hier heb gelopen toen ik die kant op ging naar waar er werd gevoetbald. Of waar dat feest was. Dus ik moet nog verder. Dus ik liep verder, verder, verder. En toen zag ik mijn broer. Mijn broer die dinsdag jongsleden overleden is. Ik zag hem daar en iemand hield hem hier, vast zo. Alsof die persoon hem begeleidde naar ergens. Ik vond het gewoon vreemd.
Dus ik vroeg aan mijn broer van waar is dat huis van ons waar we wonen. En hij reageerde zo. Hij zei, dat huis is daar. Ik vond het vreemd dat hij dat zei. Dat huis is daar. Maar aan de andere kant vond ik het vreemd dat hij zo op straat liep. En iemand die hield hem zo vast alsof iemand hem ergens naartoe bracht. Maar in feite richting waar mijn moeder ook was op het feest. En de mensen stonden in de rij, want ik was daar. Ik zag mijn moeder verdeelde. Eerst dacht ik dat mijn moeder aan het verkopen was, maar het was gewoon een feest. Mijn moeder eten, drinken, alles was daar. Dat weer was onbeschrijfelijk hemels. Oké, als mens denk je dat mijn moeder aan het verkopen was. Mijn moeder was niet aan het verkopen, ze was aan het verdelen. Dus ik liep heel snel die richting op waar mijn broer zei dat ik moest gaan. En ik ben daar, ik kwam thuis aan, ik pakte mijn spullen. Mijn kleine tasje en ik ging direct naar de airport. En maandagochtend kwam ik terug in Europa. Maar toen ik in Europa kwam die maandagochtend, dus afgelopen maandagochtend, toen dacht ik, hey, er is... Ik snap dat niet. Ik zag mijn moeder gewoon heel duidelijk, heel mooi. En toen ik aankwam, ze lachte, maar ze zei niks tegen me. Ze was verschrikkelijk mooi. Ik vroeg me af waarom dat huis in glas was. Waarom ze opeens heel jonger was geworden. En hoe komt het dat ik mijn broer daar zag lopen op een manier. Alsof iemand hem ergens naartoe bracht. En toen ik wegliep en ik omkeerde, zag ik mijn broer niet meer. Ik denk, hè, zo lange weg. Hoe kan het dat ze zo snel verdwenen zijn? Waar zijn ze naartoe? Dus dat was maandag. En dinsdag hoorde ik dat mijn broer overleden was. Lieve mensen. De mensen die... de spirits onderschatten. De mensen die denken, want een van mijn dochters die ging naar de kerk met haar moeder, ze zijn lid geworden van de kerk en wij zijn met moeder natuur bezig. Wij weten dat de werkelijke schepper niet in de kerk te vinden is, maar in de natuur. Wij weten dat de spirits overal aanwezig zijn. Dus dat heeft ons ook een beetje uit elkaar gehaald. Want de mensen van de kerk hebben hun geleerd dat het rommel is. Maar goed, je moet mensen in hun waarde laten. Maar één ding hebben ze hun geleerd. Van dood is dood en er bestaat niks meer na de dood. Wel, lieve mensen, dit is één voorbeeld. En wij kunnen nog heel veel andere testimonieën. Getuigenissen. Die wij persoonlijk hebben, die we nog niet besproken hebben met de wereld, hebben meegemaakt in ons leven. En dit is een heel duidelijk teken, dat wanneer mensen gaan, dan vergaat het lichaam, maar niet de geest. De geest is altijd aanwezig en de geest begeleidt en helpt. Onze voorouders hebben ons zo vaak geholpen op het moment dat we dringend hulp nodig hadden. Ze hebben ons zo vaak uit situaties gehaald. Ongelooflijk. Uit levensbedreigende situaties hebben ze ons gehaald. Ja, dat hebben onze voorouders. Ze hebben ons getest. Het zijn geen zaken die wij geleerd hebben van huis uit. We hebben nooit geleerd om onze voorouders te eren. Dood is dood inderdaad, want die mensen van ons gingen naar de kerk en ze waren allemaal geïndoctrineerd. Maar op een gegeven moment... wanneer de spirit in jou komt en in werking gaat, dan weet je gewoon dat je meer gaat meemaken dan de normale mens die bevuild is met de ellende, met de ziektes van deze wereld. Lieve mensen, maar wat houdt die droom in? Ja toch, het is zo. We zijn een paar dagen ermee bezig geweest, totdat we gisteren hoorden dat mijn broer overleden was, en of eergisteren. Maar vanmorgen kregen we door wat die droom inhield. Dat glazen huis waar mijn moeder in woont, wat ik zag. Ja toch? Dat huis betekent dat mijn moeder in de geestenwereld is met dat witte gordijn eromheen. Maar dat witte gordijn was daar om die broer van ons te begeleiden, klaar te maken. Want mijn moeder was bezig met opruimen daar thuis. Mijn moeder kwam hem helpen om in te pakken, om naar haar toe te gaan, naar mijn oma te gaan, naar onze voorouders te gaan, naar de schepper te gaan.
Mijn moeder kwam helpen, assisteren. Dat was toen ze bezig was met opruimen. En vervolgens zag ik daarna dat ze frisdrank of feest. Het leek wel een... Ik denk, wauw, deze mensen zijn verschrikkelijk gelukkig. Ik zei niks. Maar die droom houdt in dat ze mij heeft uitgenodigd om afscheid van hem te nemen. Want toen ik thuis kwam, dacht ik niet aan mijn broer en ik zag hem niet. Ondertussen was hij in dat glazen gedeelte van mijn moeder aan het voorbereiden. En mijn moeder was buiten aan het opruimen en klaarmaken voor het feest voor zondag. Want zondag zou ik mijn broer tegenkomen en zondag kwam ik hem tegen op de straat. En die persoon die hem zo meenam, want iedereen zag ik heel duidelijk in het gezicht. Iedereen. En ik herkende zoals bijvoorbeeld die broeder Lloyd Denning. Die herkende ik. Ik heb geen band met hem. Ik weet niet waarom hij ook in die droom van ons was. In dat ding van ons, in de boodschap. Maar de persoon die mijn broer vasthield zo en meenam, dat gezicht zag ik niet. Maar het antwoord was simpel. Mijn broer werd meegenomen op zondag. Zondag, door een engel, of een voorouder, of een spirit. En hij moest nog één keer met me praten. En hij zei tegen me, dat huis is daar, maar is in het Surinaams. Aosodrape. Aosodrape. Dus ik moest die kant op gaan. Betekent dat hij geen deel meer uitmaakt van dat huis. Dat hij daar niet meer aanwezig gaat zijn. Dat is de boodschap, lieve mensen. Ja, ik ben nog steeds afgestemd. Je luistert nog steeds naar de stem van de Messenger of Jah, Abaisa Asaria Malakai Ang Udia Senep. En dit is de voice of Jah. Justice, awareness en humanity. Lieve mensen, dit lied dat we gaan draaien zit een hele belangrijke boodschap. Een boodschap die je aan het nadenken zet. Dus dat houdt in dat wanneer je luistert en meegaat in die boodschap, dan kan je jezelf ontdekken. Want daarom hebben wij Jah, the voice of Jah, Jah News. Ja toch? En we zijn international, dus we zijn Jah International. Justice, awareness and humanity. Maar in dat lied zegt hij van, we zitten hier op de wereld. Het is, laten we zeggen, we zitten hier op de aarde. En op de aarde zijn er verschillende uitdagingen. En soms kan je de moed verliezen. Soms wil je opgeven. Soms wil je niks meer te maken hebben met deze wereld. En soms heb je het gevoel dat het opeens, laten we zeggen, lijkt te lukken. De zaken lijken te lukken. En opeens heb je daar weer een terugval. Soms heb je mensen nodig, maar je weet niet wie je kan helpen. Soms ga je in zee met bepaalde mensen, maar dat blijkt dat je de verkeerde hebt. Soms weet je niet op wie je kan rekenen. Maar er is maar één ding wat zeer belangrijk is. De enige spirit waarop je kan rekenen is de schepper. En waarom kun je altijd rekenen op de schepper? Omdat de schepper altijd ter beschikking staat.
De schepper heeft een boodschap achtergelaten voor alle mensen. Want de schepper kent geen discriminatie, racisme, uitsluiting, slavernij en al die andere dingetjes. De schepper heeft geen enkele mens geschapen hier op aarde om over een ander mens te heersen. Maar de schepper heeft wel één ding gedaan. De schepper heeft iedereen gelijk geschapen met gelijke talenten. Er is geen één mens hier op de wereld die minder talenten heeft dan een ander. Maar de schepper heeft niet dezelfde talenten aan iedereen gegeven. De schepper heeft talent dit aangegeven aan jou, talent B aan die, talent C aan die, talent D aan die. Omdat de schepper de boodschap gaf dat we met z'n allen verbonden zijn in eenheid. En wanneer we dat begrijpen, dan moeten we bij elkaar komen en samen deze wereld gaan ontwikkelen. Alleen, mensen denken dat ze slimmer zijn dan de schepper. Andere mensen, die lopen naar zijn schoenen, ze gooien met hun pet. Volgens mij, zo zeg je dat in het spreekwoord. Ja. Veel mensen zijn niet bewust van hun eigen mogelijkheden. Veel mensen maken geen gebruik van hun eigen mogelijkheden. En dat is de reden waarom een ander gebruik en misbruik kan maken en jouw mogelijkheden in bezit of gaat gebruiken. Dat is wat gebeurt. En daarom lijkt het alsof de een rijker is. Jeff Bezos, die man van Amazon. Denken jullie dat Jeff Bezos, die man van Amazon, denken jullie dat de schepper hem zoveel talent gegeven heeft om tegenwoordig zoveel geld te verdienen? 500 miljard, 600 miljard. Zelfs in een periode van pandemie. Dat die man 500 miljard gewoon binnenhaalt. Denken jullie dat er zo'n onrechtvaardig God bestaat? Om één persoon 500 miljard te geven, terwijl 80% van de mensheid in armoede leeft? Nee. Dit betekent dat 80% van die mensen die in armoede leven, geen gebruik maken van hun talenten. Dat is het probleem. Geen gebruik maken van hun goddelijke creativiteit. Wat voor dag was het vandaag? De zesde dag van Kwanza. Kuumba. Creativiteit. Het is heel belangrijk, lieve mensen. Uit je creativiteit kun je er alles eruit halen, omdat je dan in de voetsporen loopt van de schepper. De schepper is een creatieve geest. Maar we maken niet gebruik van onze talenten. Vandaar dat het altijd lijkt alsof wij in problemen zitten. En deze zanger, Papa Toutje, zegt, het is gewoon moeilijk. We willen iets proberen, maar we weten niet met wie wij het moeten doen, met wie we succes zullen hebben. De ene keer lijkt de wereld en lijkt de hele situatie heel negatief en de andere keer lijkt het wel te lukken. Maar, belangrijk is dat je weet, niet alleen gelooft, maar dat je weet dat er een schepper is. Dat je weet dat je voorouders één zijn geworden met de schepper en die jou assisteren. Dat je weet dat als je ouders er niet meer zijn, dat ze één zijn geworden met de voorouders en vervolgens met de schepper, dat ze altijd ter beschikking staan. Dat je weet dat elke mens spirituele begeleiders heeft. Spirits! En de kerk wilt u leren dat er geen spirits zijn. Dat er niets meer zit dan alleen wat we zien. Vandaar dat we gebruik maken van Bluetooth en wifi, allerlei satellieten. We weten niet wat er gebeurt. Ja toch, we maken gebruik van navigatie. We weten niet wat ons leidt naar waar we naartoe willen gaan. En de enige navigatie, en de enige en beste navigatie is de schepper. En die schepper kunnen we alleen maar meemaken wanneer we dichtbij en op zoek gaan naar haar. En niet lopen achter degene die ons
voor de gek houden met hun indoctrinatie, hun goddelijke religieuze indoctrinatie. Wij gaan nu luisteren naar het lied waar we het over hebben. Alek fayu setemita, na tenteng, me kunshiteng, sobrantanifeng, arkeng. Sonteng, alibewan me kibari, sonteng, yaftrang ayusefi, sonteng, ajesi na firima, sonteng, ajesi wandansi, sonteng, na jajay muori, sonteng, yaftrang ayusefi. Suma yo dwen ene fianga den dwen efu sameken. Sonten Yusef no sat moro pe yo bijin pe yo ba anga ef yo meken. Mana tranga yum tranga Yusef in fuksa den ten figo mita maten. Sonten I guess leki leigi, sonten I guess in a seigi. Sonten I guess a libi no meki, ma sonten a bribi no mlasi. Bika wanga tangi and praise me gado magado di give me na say I want to give me them want to di metakina crafty for me libia na pasi dim teki make it see me sing on a granny make it see ti de mi conteri ama lespecha na saka fasi mami yeye no mi ne kori something I live one make it body something ya for you three. Yes, me last party. Something, 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 something. Ja, lieve mensen. Soms heb je zak de moed in bij jou. Het kan. Maar belangrijk is dat je altijd positief blijft. Vandaag is donderdag 31 december, de laatste dag van het jaar. En vandaar deze special boodschap voor iedereen. Heel belangrijk. Het is een moeilijke jaar geworden. Oké? Het is een remarkable, ja toch, het is een opmerkelijke jaar geworden. Dit jaar, 2020. Het begon zo mooi. Ja toch, het begon zo mooi. En iedereen was bezig met mooie plannen voor dit jaar. Omdat het 2020 is. Iedereen had die plannen. Wat ze allemaal zouden doen. Maar de spirits hebben dus anders besloten. Al die plannen zijn in duigen gevallen. Al die plannen zijn in het water gevallen. Het is... 2020 was het jaar van storm, van orkanen, van moeder natuur. Van moeder natuur die probeert weer haar wereld in balans te brengen. Moeder natuur probeert haar wereld weer in bezit te krijgen. Moeder natuur laat zien dat zij de macht heeft. En niet de mens. De coronavirus was bestemd waarschijnlijk voor een groep. Een deel van de kinderen van moeder natuur. We weten niet of het bestemd was voor de Chinezen. We weten niet of het bestemd was voor de kinderen van Afrikaanse afkomst. We weten niet of het bestemd was voor de kinderen van Iraanse afkomst. Want hoeveel andere bevolkingen of kinderen van moeder natuur
moeten op dit moment vernietigd worden. Kinderen van Afrikaanse afkomst, kinderen van Chinese afkomst en kinderen van Iraanse afkomst zijn waarschijnlijk de Russische kinderen. Want deze virus is gecreëerd door een aantal misdadigers op deze wereld die slechts één doel hebben, de wereld te depopuleren en de wereld in hun macht te krijgen. En daarvoor moeten ze alle obstakels opruimen. En je kunt niet met een leger in Iran terechtkomen en geen klappen krijgen. Je kunt niet met een leger in China terechtkomen en geen klappen ontvangen. Je kunt niet met een leger in Rusland komen en geen klappen ontvangen. In Afrika kunnen ze makkelijk met een leger komen. Want de Afrikaan is altijd te conqueren. De Afrikaan is niet georganiseerd. En dat is het probleem. Maar omdat Afrika een massa is en geen weerstand gaat bieden. Afrika heeft niet een leger nodig van buitenaf die daar komt innemen. Afrika heeft een aantal Europeanen nodig, Amerikanen en van deze misdadigers. Ja toch? En een paar Israëlieten om binnen te komen, om die hele massa te brainwashen met behulp van andere Afrikanen. En vervolgens de Afrikanen allemaal te verdelgen, uit te roeien. Afrikanen zijn in staat zichzelf uit te roeien. In opdracht van de duivel. Dus de duivel heeft geen leger nodig om daar binnen te vallen. De Afrikanen zullen geen weerstand bieden. Dat is het probleem van Afrikanen. Maar, desalniettemin, de Afrikanen moeten toch uitgeroeid worden volgens deze duivels. Dus drie bevolkingsgroepen. Daar gaan wij van uit. Iraanse, Afrikaanse, Russische en Chinese. Wanneer ze deze vier hebben uitgeschakeld, dan kunnen ze makkelijk over al die kleine landjes zoals Venezuela, zoals Cuba, zoals Bolivia en Nicaragua. Die zijn nog de verzetslanden. Zelfs Indonesië en waarschijnlijk daar nog een paar landjes, kleine landjes, Filipijnen. Daar kunnen ze makkelijk binnen stappen, zodra ze deze obstakels hebben opgeruimd. Dus wij gaan ervan uit dat de corona voor zo'n doel gecreëerd is. Maar moeder natuur heeft anders beslist. Moeder natuur heeft ervoor gezorgd dat hun plannen in het water zijn gevallen. En het water leeft en het water stroomt. Moeder natuur heeft ervoor gezorgd dat die hele corona, de hele wereld, in zijn greep heeft gehouden. Rijk of arm, crimineel of geen crimineel. Onnozele of slimme. Slapende of degene die wakker zijn. Ja toch? Moeder Natuur heeft gezegd, deze corona gaat iedereen pakken. En deze corona doet het ook. Doet het ook. Maar het is alleen Moeder Natuur die in staat is om de corona op te ruimen van deze wereld. Maar misschien moeten inderdaad een aantal van de ellendelingen eerst verdwijnen op deze wereld. We hebben niet alleen maar over de creators van deze ziekte. Maar we hebben het ook over degene die over moeder natuur heen pissen, disrespecteren. Die meewerken aan de ellende. Die gewone ellendelingen hier op de wereld. Misschien moeten ze hun ook uitgeroeid worden. We weten niet. Want de wegen en de kennis van moeder natuur is onbegrijpelijk. En zoals we al zeiden, moeder natuur is de manifestatie van de Allerhoogste Schepper. Maar alles, al die plannen van 2020 zijn in het water gevallen. Storm, bliksem, natuurrampen en waarschijnlijk komt er nog meer. Behalve als u zich alvast gaat voorbereiden voor deze nieuwe tijden die eraan zitten te komen. De mensen die zich gaan voorbereiden zullen minder problemen hebben. Het effect zal minder op hun van toepassing zijn. De mensen die de hele tijd nog zitten te slapen en grappen lopen te maken. Die mensen, wij wensen jullie heel veel succes. Yeshua heeft ons geleerd. Ga nooit de doden voor de doden begraven. Laat de doden hun eigen doden begraven. Dus wij gaan ons niet druk maken met degene die slapen.
of niet willen begrijpen wat er duidelijk op dit moment aan de hand is. We gaan kijken naar de dag van vandaag. Wat is de dag van vandaag? Oké, de dag van vandaag is de zesde dag. Het is Kuumba, de creativiteit van de schepper. Het is ook Moeder Natuurdag vandaag. Dus het is heel frappant, omdat Moeder Natuur heel creatief is. En een van de Afrikaanse symbolen voor vandaag heet Oworo Foro Adobe. Oké? Oworo Foro Adobe. En het betekent, zeg maar, dat symbool, die laat zien. Want zoals jullie weten, Mama Aisa in Suriname kan zich als een slang, ja toch? Een slang vertonen. Je hebt Mama Fugoron, je hebt Papa Fugoron. Maar de J kan zich als een slang vertonen. En dit symbool staat voor een slang die vanuit de grond een palmboom inkruipt. Het staat voor vindingrijkheid. Oké? Okay? Het staat voor uitmuntende prestaties. Dus ondenkbare prestaties. Het staat voor de manifestatie van grote uitvindingen. Ja toch? En het observeren van de meest gewone details van de natuur laat dichters, muzikanten, filosofen, wetenschappers, het inspireert ze om prachtige creaties te maken. Om prachtige uitvindingen te realiseren. Prachtige ontdekkingen te doen. Ja toch? Daarom is het belangrijk om ons te laten inspireren. Ja? Tot nieuwe manieren van denken. We moeten denken. We moeten denken. We hebben niet voor niets daar een inhoud, hier binnen een inhoud gekregen. In de Christian, een software daarbinnen. Ja toch? We hebben daar een harde schijf met de software binnen gehad. We moeten het gebruiken, lieve mensen. Ja toch? Door simpelweg gewoon aandacht te schenken aan Moeder Natuur om ons heen. Dan zult u zien dat deze wereld een hele andere wereld is dan wat u denkt dat het is. Bread. Heal and press Amiga, tell them glory is the spread. We just come out of this loop, a gun dead. Babylon give you a right fee, the money get your funny. And then brainwash you on the western journey. Babylon give you a right fee, the money get your funny. And then... U luistert vandaag op 31 december 2020 of in het jaar 147 van ons bestaan na slavernij naar de messenger van uw voorouders en de messenger van Jah. Abaisa Asaria Malakai Ank Udia Senep. En u luistert naar The Voice of Jah. Abomination, me come slow with the triple I. Yo, black woman, just know yourself in a puzzle. Now come do nothing wrong, now come round your compass. And every decent that you must make jump in your wiggle. Now turn them back and not take them wiggle. A chat bout fi cool, but them judgment a trickle. The living trumpet is a no float nor wiggle. You kill me, get to you miserable. Babylon, give them a right free, them money, get them fun. And then brainwash them from the western journey. Babylon, give them a right, the money, get your funny. Oké, lieve mensen. In de toekomst willen we dat de DJ's zich aanmelden bij ons. Om hier bij ons, via ons, de message te gaan verspreiden. Wij verwelkomen jullie graag. De mensen die een boodschap hebben. De mensen, de andere messengers van Jah. We hebben het net gehad over denken. Creativiteit. Ja toch? Want het denken is aan ons gegeven. Niet voor niets. Vandaar dat de schepper zegt.
De mens zal niet alleen zijn. Ik zal zorgen dat de mens een hulp krijgt. En die hulp was het geweten, de hersenen, dus de software, de harde schijf, het geweten en de spirits om ons heen. De Bijbel en de kerk die hebben allemaal dat verhaal verdraaid. Die zeggen van de mens was een man en die man kreeg een vrouw. Dus de vrouw is hier om de man te dienen tot slaaf en tot onderdaan. Het is één grote leugen. De man en de vrouw zijn gelijke schepselen die elkaar moeten dienen om een eenheid te vormen. Want de schepper zegt, waar twee mensen of meer bij elkaar komen en één gedachte hebben, op dat moment ontstaat de schepper. Maar wanneer twee mensen bij elkaar zijn en die twee begrijpen elkaar niet, er is geen schepper daartussen. Maar die twee mensen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Ze zijn verschillend van elkaar, maar dat zorgt voor de balans. De balans die er moet zijn. Oké? Een man kan onmogelijk een vrouw worden. En een vrouw kan onmogelijk een man worden. Maar twee personen of meer kunnen wel zorgen dat de schepper daar ontstaat. Dus die kunnen wel machtig worden, krachtig worden. Die zijn in staat, wanneer ze op één lijn staan, één understanding staan, twee of drie of vier of vijf, dat ze in staat kunnen zijn de problemen op deze wereld gewoon aan te kunnen gaan, zonder problemen. Creativiteit is nadenken. Ja toch? We moeten, is het vinden van een nieuwe benadering van iets innovatiefs. Oké? En om dat te bereiken, vereist het onafhankelijk denken. En het vermogen om informatie op een creatieve manier toe te passen. Door voor jezelf te denken en laten we zeggen het ontdekkingsproces toe te staan, wordt het voor ons allemaal mogelijk om een nieuwe realiteit te creëren. Oké? Dat is zo belangrijk, want we merken dat onze tijd zometeen afgelopen is. Ja man, I beg you, Biggie, 31 december 2020, kom weer in de jazz, no, 2021, no so in a jari, one party four, tenti nanga IT, uno wana jugu dis moro, yes lieve mensen, u luistert nog steeds naar de stem van Ja, en het is heel belangrijk om te weten dat wij binnenkort elke dag te horen zullen zijn. Maar we willen zeker niet voor niets voor u werken. We kunnen u geen informatie gratis geven en u geniet ervan. En wij pinaren. Dat gaat niet gebeuren. Dat is ook niet wat de schepper van u of van de mens verwacht. Want de schepper zegt, als één deelt, ja toch, dan het is geven en nemen. En de schepper zegt, geef César wat van César is. En geef de schepper wat van de schepper is. En wij werken voor de schepper, is belangrijk dat u niet als die ellendelingen in de wereld denkt van dat u alles voor uzelf houdt. En dat u denkt dat u de schepper, dat wat u ontvangt van de schepper, kunt onthouden. Dat gaat niet. Anaiwoko. 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 Sabi. Dat maak je arki sabi. Oké? We moeten veranderen.
We moeten onze mentaliteit veranderen. Ja toch? Want zonder verandering is er geen innovatie. Is er geen, laten we zeggen, je kunt niks creëren. Je kunt niks vernieuwen. Oké? Creativiteit. Zonder verandering is er ook geen creativiteit. Is er geen stimulans voor verbetering. Eerst moeten we denken aan veranderen. En degene die verandering initiëren, dus die het toepassen, oké? Okay? Die het, laten we zeggen, initiëren is op gang brengen, die zullen een betere kans hebben om de verandering die onvermijdelijk is te beheren. En dit zei William Pollard. Ja toch? Want wanneer wij praten, ja, wanneer wij spreken, alles wat in ons binnenkomt is al eerder gezegd. Het is niet iets wat van, het is gewoon, in, het ligt gewoon in de kosmos. Oké? Okay? En wij leren van anderen. En we kunnen dat wat we hebben geleerd, want dat is het doel van de schepper. Vandaar dat de schepper Yeshua naar ons toe gestuurd heeft, om ons de weg te wijzen. En Yeshua zei, niemand komt bij de schepper dan eerst via mij. Het is niet dat Yeshua geweldig deed, die Rastaman. Nee, hij wilde uitleggen dat hij de weg naar de schepper kent en dat hij de messenger van de schepper is en dat hij naar de mensheid is gekomen om de mens te verlossen door de mens de weg te wijzen. En want geen enkele andere mens kent de weg van Yeshua. Daarom zegt Yeshua, daarom zei Yeshua, niemand komt bij de schepper dan eerst via mij. Het is niet dat Yeshua een ego-tripper is. Jullie, heel veel van jullie zijn ego-trippers. Zogenaamde geweldigers. Maar kijk uiteindelijk waar je leven naartoe leidt. En kijk wat je in, laten we zeggen, onder controle hebt. Je hebt niets onder controle wanneer je niet de weg volgt die Yeshua ons gewezen heeft. Jongens en meisjes uit de ghetto. Dit is de ghetto master. De ghetto king. Een van de kings. En jullie ook. Jullie zijn op weg naar het koningschap. Zodra jullie bereid zijn ons te volgen. Want wij kennen de weg van armoede. We zijn zwervers geweest. We aten kadaver. Oké? Okay? En we hebben het talent ontvangen van de schepper. Om uit niets iets te creëren. En dat is de creatieve geest van de schepper. Die wij aanroepen om te kunnen doen wat we willen doen. Om alles naar onze hand te kunnen zetten. Ja toch? Zo geweldig. Het is niet opscheppen. Het is gewoon iets wat voor iedereen weggelegd is. Er is geen innovatie en creativiteit zonder fouten. Je moet vallen om op te kunnen staan. Je valt. Maar wanneer je valt is het belangrijk om op te staan. En niet blijven liggen. Nee. Vallen, weer proberen. Vallen, weer proberen. Dus soms is het, je hoeft je niet druk te maken als je iets niet weet. Als je iets nog niet kan. Je hebt de kennis er niet voor. Je hoeft je niet te schamen. Want de kennis, de schepper, heeft niet alle kennis in het hoofd van één persoon geplaatst. En al die professoren en al die andere gasten. Die met duizenden titels. Deze mensen, die zijn gewoon papegaaien. Het is zeer, hoe noem je dat? Xerox. Het is copycat. Deze wereld is copycat. Maar dat is ook wat de schepper zegt. Kopieer me. Doe me na. Want je wordt een kopie van mij. Dus wat maken jullie je druk? Vallen en opstaan. Creativiteit worden. Veranderen. Innoveren. Ja toch? Als je hoofd te vol zit met troep. Ja toch? Troep. Laat die troep los. Maak ruimte. Maak ruimte in elke hoek in je hoofd. Oké? Okay? Maak ruimte in elke hoek van je geest.
En je gaat zien dat creativiteit daar binnen gaat komen. Direct! Ai, me bar you! Je luistert nog steeds naar The Messenger of Ja. The Messenger of Ja. En dit is The Voice of Ja. Heel belangrijk, lieve mensen. Heel belangrijk. Righteous is exalted, and the righteousness cannot be forgotten, and the glory can't be blocked out. Why flesh? Let them see it. Yo, well again, you know, I'm on a mission to say what is my purpose. This is the youths, them I give up. Yo again, on a mission to say what is my purpose. This is the wicked man I burn up. Yo again, on a mission to say what is my purpose. This is the youths, them I step up. Yo again. On a mission, you say, what is my purpose? This is the youth, them a live up. Who feel get mash up? I go get mash up. Who feel get burn up? I go get burn up. Who feel get broke up? I go get broke up. Then no who feel live up, I feel just go and give up. Then no who feel give up, I feel just go and give up. Ja, lieve mensen, don't give up, don't give up. Luister goed. Wij hebben in de laatste video, hebben wij jullie verteld, dat wij nog kinderen zijn op deze wereld. Wij leven pas 6 jaar hier op deze wereld. We zijn nog jong. Onze voorouders werden 120, 130 jaar. En sommige mensen vroegen, hoe kan dat? Hoe kan hij 6 jaar oud zijn? Tuurlijk. We zijn nog baby's, jullie allemaal. Ook al ben je 100 jaar. 100 wereldse jaren. Als je 100 wereldse jaren bent, dan ben je pas, laten we zeggen, 10 jaar oud. Okay. Maar wij zijn 6 jaar, dus dat kan je berekenen. Maar onze voorouders, die werden 130 goddelijke jaar. Omdat ze dichter bij de schepper waren. Sterk. Wij worden dat niet meer. Wij worden maximaal 12 jaar. Oké, maar een bron. Er is een bron van jeugd in ons. Want we zijn kinderen. Ook al bij 60, 87. We zijn nog jeugdigen. Het lichaam wordt oud. En omdat de meeste van jullie je lichaam hebben vernietigd toen jullie jong waren. Je lichaam hebben vernietigd met eten, volproppen, allerlei troep en zaken, roken, allerlei dingetjes gebruiken die het lichaam vernietigen. Vandaar dat het lichaam ook afbrokkelt, weggaat. Heel snel. Oké? Okay? Maar de geest is jong. Het verstand is jong. Maar het lichaam wil niks meer doen. Het is verwaarloosd geworden. Ja toch? Het is verwaarloosd geworden in de tijd waar je heel krachtig en sterk was. Maar er is een bron van jeugd. Zoals we al zeiden. Het is je verstand. Het zijn je talenten. Het is de creativiteit die in je leven, die jij in je leven brengt. En de levens, toch? Je is, en daardoor anderen inspireert. Mensen van wie je houdt. I love you. Mi love wala mala. Maar zo aan voor donok. Oh ja. Sorry. Dit is Abaisa. Oké. Okay. Ja. Maar jullie zijn. Sommige van jullie. Zullen nooit succes hebben in je leven. Omdat. Er is geen. Water naar zee. Het is water naar zee dragen. Ja. Dat is het. Het is water naar zee dragen. Als je leert om op deze bron te tikken. De bron die daar binnen zit. Die levensbron. Dan word je niet meer oud. Want deze bron is de bron van jeugdigheid. Is de bron van jeugdigheid. Probeer daaruit te putten. Onthoud dit goed. Het is onmogelijk om creativiteit uit te leggen, lieve mensen. Als je wil weten wat creativiteit is. Creativiteit ontstaat gewoon uit een eureka moment. En de een is muzikaal creatief. De ander is schilders creatief. De ander is schrijven creatief. De ander is technisch, ingenieus creatief. Maar die hele creativiteit is slechts één ding. Er is maar één bron daarvan. Het is de bron, het is de schepper die in de mensen zit. Elk mens heeft een beetje van de creativiteit van de schepper. Oké?
Dus je kunt creativiteit niet uitleggen. Het is gewoon doen. Dat is het. Doe gewoon doen. Dan opeens zie je dat je meer kan. Oké. Creativiteit is het doorbreken van gevestigde patronen. Ja? Om op een andere manier naar dingen te kijken. Dat is creativiteit. Maar je moet ook passie hebben. Je moet passie hebben wanneer je bezig bent. Ja, je kunt niet de ene keer slapampen. En dan een keer... En dan... Nee, dan ben je te makkelijk. Weet je, er zijn... We hebben Messi, we hebben Maradona, we hebben Pelé. Messi, Maradona, Pelé, Ronaldo. Kijk naar de mentaliteit van die gasten. Die maken gebruik van hun creativiteit. Maar ze gaan niet verslappen. Je moet eerst keihard werken om de top en succes te bereiken. Ja toch? In deze wereld. En je kunt het niet alleen. Je kunt het alleen maar met de schepper en met de mensen om je heen. Ja toch? Sommige mensen zijn miljonair geworden. Het is gewoon pop-up en ze worden miljonair. Het is iets. Je kunt het niet verklaren. Maar dat wil niet zeggen dat anderen dat niet kunnen. De een zit dichterbij dat talent om heel snel miljonair te worden. Maar de massa, die 90% op de wereld, die kunnen ook multimiljonair worden door samen te werken. Bondru, Unity, Ubuntu, Kwanza. Dat is het, lieve mensen. Maar één ding is belangrijk. Je moet weten waarmee je bezig bent. Je moet daarin leven. Het moet een deel van je worden. En dat deel heet passie. Je moet passie hebben. Wanneer je het doet, echt, dan ontstaat... Dat doe je het niet meer. Dat gaat het automatisch, want de schepper... Het is net wanneer je... Woem, woem. En je hebt vuur. En het wordt vuur, woem. Dan hoef je niks meer te doen. Het is wanneer de auto start. Boom, boom. En de auto start. Eén keer of twee keer. Passie. Je moet passie hebben. Ja toch. Passie is een grote kracht. Die creativiteit ontketent. Want als je ergens een passie voor hebt, dan ben je eerder bereid om risico's te nemen. Daarom hebben veel mensen geen succes. Want ze willen geen risico's nemen. Ze willen in hun comfortzone blijven. Zodat alles daar goed is. Tot op het moment dat ze voor die uitdaging staan. En dat ze denken dat ze pech hebben en dat niks lukt. Want de comfortzone is je grote vijand van creativiteit. Oké? Je moet gebruik maken van je intuïtie. Je hoort het. Je intuïtie. Dat, die T is het goddelijke wat in jou zit. Die op zijn beurt nieuwe mogelijkheden vormt. En natuurlijk angsten overwint. Ja, zo simpel zijn deze dingen. Maar je moet het weten. En Yumsabi betekent Yumsabi. Je moet het weten. Oké? Okay? Yumsabi. Just the Snow White. Man, I don't know them boy, because we know we bad. Know we bad, and I have to tell no boy, go suck no mother. Suck no mother can't come a battlefield with dagger. With dagger, because we better than them, and those are the rest of we better than the others, all right. You must say Snow White, they know the killing machine, and see me, I say. I say Snow White sound because myself and my father not his taste, so I say cool, the whole works. Yeah, I want to them sound, I want to them clown, yeah. About say them a wild boat. Them make we draft with sniper and we war coat. Them dibby sound boy, they are war soap. Yes, u luistert nog steeds en u kijkt naar The Messenger of Jah. Abaisa, Asaria, Malakai Ank, Udia Senep. En dit is Jah sound. Jah news. Jah awareness. The sound of Jah. Justice. Awareness and humanity. Bob Marley, the warning. I'm Peter Touch, the warning. I'm Bonnie Wheeler, the warning. Long time we are one and the next one. See all the love in this video. Yeah, what type of love we give you? Reaching out to beautiful woman I love, yeah.
Let me start to play. Mama! Het is de dag van mama. Moederdag van alle moeders, alle vrouwen. Het is de dag van moeder natuur. Hey girl. Okay. Let me tell you this. Hey. Haven't I told you? Jah go bless you girl. And make you strong. I trust that we gon' get there. Someday to come. I've never doubted. I keep the faith. All along. You're king man, you're my empress, going strong, you surely deserve all the best there is, and I've got all my love to give, girl you know, love is what it is, oh, you got to listen to Snow White song. Get down on your name, dry cry. Even tears, even my heart cry. But who cares? Whose fault? No one but yourself. Things do happen, words can't explain. Beyond the human reasoning, joy mixed with a yes, we need unity. Fussing and fight, I'm a fussing and fight. You hate me and I hate you. We all gotta have to unite, yes. Unite, yes. From the envy and the jealousy. You disagree and I disagree. We all gotta have to unite, yes. Unite, well. To segregate the foolishness. A nation divided by itself cannot next. Lieve mensen. Het is een speciale uitzending in onze nieuwe studio. De studio van ons, van u, van wij. En deze studio is de studio van Yumsambi, van de Mgubu Media. En wij hopen dat we in het nieuwe jaar, in 2021, dus het westerse gedeelte van dat jaar, heel vroeg online kunnen zijn en live kunnen gaan. Wij doen dit nog even op via YouTube. En we hebben het een beetje druk de laatste tijd. We zitten ook in een soort rouwperiode. Zo moeten we het rustig aandoen. Vandaag is de laatste dag van het jaar. 31 december op donderdag. De dag van jou en Jabba. En het is ook de dag van moeder natuur. Het is de dag van Kwanza. De dag van Kuumba. En Kuumba betekent creativiteit. Dat is de zesde dag. Dus we hebben het vandaag meer over creativiteit. En we hopen dat u daarmee een beetje meer getriggerd wordt om uw creativiteit te gaan gebruiken. Wij hebben onze creativiteit gebruikt om deze setting te maken. En we zijn ontzettend blij, maar we zijn nog niet klaar. We moeten nog meer gebruik maken van onze creatieve geest. Kijk, om succes te bereiken is stilte zo belangrijk. Oké? Stilte is zo belangrijk. Want alles wat gemaakt is, komt voort uit stilte. Je gedachten komen voort uit het niets van de stilte. Je woorden komen uit de leegte. Je eigen essentie, oké? Okay? Dus je verschijning, jouw bestaan, komt voort uit void, uit de leegte, oké? Okay? Alle creativiteit vereist om stilte te gebruiken. Als je niet stil blijft, kun je niet creatief zijn. Oké? Okay? Heel belangrijk. Onthoud dit, lieve mensen. Trouble in
divine intervention alone can make it right. Oh yeah, I can feel it. Feel it. I don't know what it is. I can't see it. No. See it. It's messing with my mind. I don't need it. No. To look in your eyes. Say there's a secret. Yes. There's a secret. We kunnen natuurlijk niet in de anderhalf uur allerlei zaken gaan bespreken. Want er is zoveel gebeurd en er gebeurt zoveel. Maar we hopen dat we dus via onze creatieve geest in staat kunnen zijn om in het nieuwe jaar, in die nieuwe cyclus, dingen op orde te kunnen hebben om natuurlijk u te kunnen voorzien van de juiste informatie. Als we dus kijken wat er in Suriname gebeurt, dan, zoals we al zeiden, sommige zaken zijn niet te bevatten. En een van de dingen die waar de schepper een verschrikkelijke hekel aan heeft. De schepper haat een van de producten of een van de eigenschappen die wij onszelf hebben eigen gemaakt, die afkomstig is van de duivel. En de duivel is natuurlijk een van onze beste vrienden. Als je naar Yom Sabi luistert, dan kunnen sommige uitspraken u natuurlijk verbazen. Maar de duivel, Satan, is een van de beste medewerkers van de schepper en moet een van onze beste vrienden zijn. Maar dan de vriendschap kunnen we dan omkeren naar onze beste uitdager. Want zonder de duivel en zonder Satan kun je niet aan de schepper bewijzen dat je echt bent. Dat je die beproevingen hebt doorlopen en doorstaan. Oké? Maar wanneer je onderdeel wordt van de beproevingen, dat is wanneer de schepper haar rug omkeert en zegt, dit is een waardeloos mens. Omdat deze mens onbetrouwbaar is. Het is afval. En de meeste van ons zijn afval geworden, omdat wij de eigenschappen, de leefstijl, heel veel zaken van Satan en de duivel hebben aangenomen en ons eigen gemaakt in onze manier van leven. En dat is waar de schepper, zeker, als de schepper zou moeten kotsen, dan zou de schepper zeker daarvan kotsen. En een van de dingen is corruptie. Oké? Corruptie is een vorm van kanker. Het is een verschrikkelijke ziekte. Het is erger dan corona. Een kanker die het geloof van een burger, van een mens in democratie aantast. Dus het is een verschrikkelijke ziekte. En het vermindert het instinct voor creativiteit, voor innovatie. Ja toch? Laten we zeggen, er is weinig geld. Hoe komt het? Omdat er geen innovativiteit is, er is geen creativiteit, maar corruptie. Corruptie zorgt ervoor dat krappe begrotingen ontstaan, nationale investeringen worden verdrongen. Corruptie verspilt het talent van hele generaties. En in Suriname hebben we de meest verschrikkelijke, de ergste vorm van corruptie nu bij de huidige regerers in Suriname. Corruptie, nepotisme, vriendjespolitiek, allerlei dingetjes. Nepotisme, vriendjespolitiek, voortrekkerij, stelen, de familie alleen en de rest van het land mag stikken. Dat is de ergste vorm in Suriname op dit moment.
Brunswijk en Santoki en die hele bende. Maar nog erger, het volk is nog meer corrupt, omdat het volk hypocriet is, het Surinaams volk. Met een paar uitzonderingen natuurlijk. Te weinig om die te benoemen, want dit volk is zo hypocriet, zo corrupt, dat het toestaat en accepteert dat de meest corruptieve regering op dit moment aan de macht is en zijn gang kan laten gaan. Maar misschien heeft het ook te maken met corona, maar we denken het niet. Het is een houding van dit volk. Dat volk dat altijd verwend is geworden. Geen ontberingen kent. De enige ontbering die ze kennen is dat ze niet in staat kunnen zijn om vrijuit de hele tijd te eten en te drinken en te feesten. En dat is een gevaarlijke situatie. Ja toch? Dat blokkeert creativiteit. Creativiteit is de sleutel tot succes in de toekomst. En creativiteit is de sleutel voor progress. En het begint in het basisonderwijs. En daar kunnen leerkrachten creativiteit op een heel hoog niveau brengen bij de kinderen. En in Suriname, ook de leerkrachten, die zijn corrupt. Die zijn heel snel in staat om de scholen te sluiten, geen onderwijs te geven, omdat een of andere gek, een of andere ego-tripper van de vakbond, die vindt dat gestaakt moet worden voor geld. En dat de scholen gesloten moeten worden. Dat hebben wij meegemaakt in onze tijd en al zo vaak. En de leerkrachten lopen er achteraan. En ze duperen de creativiteit en de ontwikkeling van de jongeren. En onze jongeren in de ghetto worden daardoor vaker gedupeerd. En op dit moment zijn er geen mogelijkheden meer in Suriname voor ontwikkeling. Jongeren krijgen niet meer de kans, want we hebben de meest corruptieve regering op dit moment. Die alleen maar hun kringen bevoordelen. Hun kinderen en hun familie op de hoogste posities plaatsen om zo snel mogelijk te stelen van het land. Lieve mensen uit de ghetto. Maar, jongeren. Suriname is geen bezit van die criminelen in de regering op dit moment. Al die ministers en al die de typetjes die Suriname beroven op dit moment. Suriname is jullie bezit. En zodra de corona perikelen om zijn, is het heel belangrijk om in actie te komen om je land terug te nemen en te redden van deze aasgieren, van deze parasieten die nu aan de macht zijn. Heel belangrijk. Waarom is het heel belangrijk? Jullie hebben verlicht leiderschap nodig. En wanneer je verlichte leiderschap hebt, dus leiders zoals wij hier, ja, dan weten jullie dat jullie leiders binnenkrijgen die niet voor zichzelf gaan. Maar die gaan voor de gedachte van Ubuntu. En Ubuntu betekent dat niemand achtergelaten wordt. Niemand wordt benadeeld. Iedereen bestaat omdat er anderen zijn. Dat is Ubuntu. Oké? Mate mi lucu sana con definida mesi mi con de genua pina.
no manga when crang a waholu. Me take it as a bofena watana in a burudu. Me take one of the chief, the footback a gosto too. Matanga yes, funu make it this me too. No matana mi fano do you not envy your book na po. We kule ya panesis nesi black a me karunu. We wala malato chipa one wala bondruga to chekre karunu wasa na ujim wanu. No na tempu wala malako mbondru. No na tempu purus refa no tu. No na tempu pura orus kau futu. Mi wanu ala malaku nge opok napu. Eme kun taiwan kofu krei karga da lok tu. Mi den kuantei usak pa krei burudu bika. Mi gondre saro masra nai krei jaja. Matu majere fawe kari ala sei na ala sei. Masra nai saro majaja we krei kwe krei. Salasi ayere denche kari ano. Ja, Sarnang Ekri Ajing, lieve mensen. Sarnang Ekri Ajing. Maar Sarnang Ekri Ajing, bika a people fu Sarnang, het volk van Suriname, corrupt is. Tot in de genen. Corrupt. Het volk van Suriname is niet door de schepper gecreëerd. Het volk van Suriname is gecreëerd door de koloniale bezetter. En geïnfecteerd met de ziekte, dus met die kankerziekte van corruptie. En daarom is het belangrijk, lieve mensen, dat u zich gaat genezen. Jongeren uit de ghetto's. Onverslaanbare jongeren. Leeuwen van Zion, van al die volksbuurten, jullie ghetto jongeren, die op dit moment de dupe worden en al jaren van, laten we zeggen, het gebrek aan goed leiderschap in Suriname. Nog erger op dit moment. Jullie die het slachtoffer worden van corruptie. Want als je dus niet corrupt bent, dan kom je nergens. Dan word je tegengewerkt. Zelfs door jouw eigen mede-ghetto slachtoffers. Verlichte jongeren. Jongeren van de Allerhoogste Schepper. Jongeren die rechtstreeks komen uit de bloedlijn van Abraham. Van Jacob, jongeren van Isis en Ra, goddelijke jongeren. Wij roepen jullie op om op zoek te gaan naar collega's die op jullie lijken, die verlichte leiders willen worden. Oké? Want verlicht leiderschap is spiritueel. En als we spiritualiteit niet, laten we zeggen, als een soort religieus dogma of ideologie beschouwen. Want dat is het niet. Spiritualiteit is geen religie. En het is geen, laten we zeggen, religieuze ideologie. Spiritualiteit, je hoort het al, is de spirit. Het is een deel. Het is de energie van de schepper. Het is het domein van spirituele bewustzijn, waar we waarden en normen ervaren. Goddelijke normen en waarden. Zoals waarheid, goed zijn, schoon zijn, liefdevol zijn, liefde, passie, compassie, dus mededogen. Waarbij we onze intuïtie, onze goddelijke en onze creativiteit en inzicht gebruiken om gericht te focussen op het oplossen van de armoede overal waar we zijn in de wereld. Daarom is het belangrijk dat we verlicht
leiderschap moeten hebben. Sowieso in Suriname, in Curaçao, in Amerika, in de rest van de wereld. Overal waar de ghetto-familie van ons zich bevindt op dit moment. Ik richt me nu. Wij richten ons nu op Suriname. Gaan jullie op zoek naar die jonge leiders uit de ghetto. Die van ons willen leren en onderdeel willen worden van onze movement. The Nations of Ma'at. Dan gaat alles goed komen. We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending, anderhalf uur. Hebben we gegeven. Wij gaan zo meteen opruimen, schoonmaken. We moeten nog administratie doen. Jullie, de meeste van jullie, sommige van jullie gaan Wirwatra doen. Waarom je Wirwatra doet? Je moet weten waarmee je bezig bent. Want je kunt niet op Wirwatra gaan wassen om zogenaamd geluk te hebben in het nieuwe jaar. Terwijl je niets loslaat. Je laat de ellende niet los, de gedachten, de rommelgedachten van jullie. Allerlei zaken waar, die wij hebben opgenoemd. Die laat je niet los, maar je hoopt dat je via Wirwatra een betere leven kan krijgen. Meer geluk kan krijgen. Zo werkt het niet. Kom dichter bij de natuur. Kom dichter bij Ma'at, Mama Aisa. Kom dichter bij de scheppers. We gaan afsluiten. En we gaan samen onze hand openen. En we gaan vragen aan de spirits die ons begeleiden, de Allerhoogste Schepper en jullie voorouders, ja toch, om guidance. En we zeggen, open onze geest, Almachtige Schepper, voorouders en de spirituele begeleiders, zodat nieuwe ideeën ontstaan, zodat nieuwe manieren ontstaan om te leven, dus nieuwe way of life. Laat ons bij elke mogelijkheid, bij elke situatie, onze eigen unieke creativiteit inbrengen en daaruit iets voortbrengen dat de essentie uitdrukt van wat we zijn. En we weten wie we zijn en wat we zijn. Wij zijn onderdeel van u, o Almachtige Schepper. Wij zijn goden die op dit moment niet gebruik maken van onze intelligentie, van onze creativiteit, van onze intuïties, van onze guidance, omdat onze geest geblokkeerd is. Open onze geest. Vanaf de nieuwe cyclus, het nieuwe jaar 2021, zodat we in staat kunnen zijn om al die anderen waarvan hun geest geopend zijn, bij elkaar te brengen, samen te bundelen, als één, en te werken aan de oplossing van onze problemen. Haché, 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 we zeggen dank. Alle eer gaat naar u, Almachtige Schepper, en naar onze voorouders en onze spirituele begeleiding. Lieve mensen, we hopen dat deze bijdrage die wij hebben kunnen doen voor u uit onze weinige tijd, dat het voor u een aangename bijdrage is geworden. Dankjewel. Het is een creatieve bijdrage geworden. Oké? Tot de volgende keer.